Mocht het ooit weer zo ver komen dat er 100.000 mensen staan te hossen bij de Vrienden van Amstel Live, staat Albert Verlinde er zeker, weten niet tussen. De shownieuwspresentator werd op de zwarte lijst van het evenement gezet. Aan de desk bij Shownieuws vertelt Verlinde over zijn Vrienden van Amstel Live ban. Wat heeft de presentator gedaan om verbannen te worden van het populaire evenement? Tekst gaat verder onder advertentie special De Vrienden van Amstel Live wordt georganiseerd in opdracht van Biermerk Amstel, dat onder de vleugel van het Heineken Imperium hangt. Albert vertelt dat het daar juist is misgegaan. We hebben nooit bij RTL Boulevard een special gedaan over de Vrienden van Amstel. Dat was betaald door Amstel natuurlijk, hé? Dat moesten we bij Boulevard doen, zoals misschien Nienek van de Week ook betaald was. We zaten dat te doen en de hele directie van Heineken zat natuurlijk te kijken in een ruimte van Ahoy hoe dat ging en zo, aldus Verlinde in Shownieuws gisteravond. Bavaria Albert maakte aan het einde van deze bewuste RTL Boulevard-uitzending een grap die bij Heineken totaal niet lekker viel. Ze waren heel blij met die special, maar op het eind zei ik tegen, Bo, was dit het? Ja, zei hij. Toen zei ik, zo, nu eerst een Bavaria. Nou, woest waren ze. Woest. Lees ook, Albert Verlinde weet nog niet of hij bij Topa wil blijven. Let's blokkade.